Welkom bij de workshop van het winterjuwelenpakket van Ludiek. Wij hebben voor jullie een workshoppakketje samengesteld, of tenminste een aantal stempels hebben we bij elkaar in een doosje, in een boxje gestopt, dat je gewoon jezelf kunt verwennen en dat je een prachtige box thuis hebt, waarmee je bijvoorbeeld deze kaarten kunt maken. In de box leggen we nog meer uit. Hebben we flyers erbij gedaan. Dat ga ik jullie zo laten zien. Van wat we nog meer kunnen maken. Want er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. En we kunnen helaas niet bij elkaar komen. Ik kan geen live workshops geven. Dus ik dacht, weet je wat? We doen het gewoon zo. En volgens mij gaat het helemaal goed komen. Deze kaart kun je allemaal gaan maken. Ik ga straks voor jullie deze kaart ga ik uitleggen. Maar eerst zal ik jullie ze allemaal laten zien. Wat er in de winter juwelenbox zit. Daar zitten een aantal stempels in. Ik heb hier het XL pakket voor me. Dat is wat duurder. Daar zitten drie soorten dennenappels in. Daar zitten een aantal dennetakken in. Drie soorten tekstjes zitten erbij. Twee soorten dennenappels. En ik heb hier een blaadje wat ook heel erg leuk past bij nu bij de winter. Maar ook bij het zonnebloempakket. Vind ik hem eigenlijk ook prachtig. Dus kun je allemaal bij elkaar combineren. En je kunt hem ook weer combineren met het C-pakket. Oh, past ook leuk bij elkaar. Kun je weer mooie cadeautjes maken. Dus helemaal leuk. Het winterpakket. Nou, als je het doosje open doet, dan ziet het er ongeveer zo uit. Ik heb het al een keertje uitgepakt. Dus. En dan heb ik hier een flyertje, wat straks bij elkaar gebonden is. Met een kaartje voor jullie winterjuwelen. Ik heb leuke stickers erbij laten maken. Deze stickers krijgen jullie er ook allemaal bij in het pakketje. Dan heb ik de flyer, de wintertijd. Ben jij ook zo gek op warme chocolade, de open haard en alle juwelen die je in de natuur kunt vinden? En in de flyer hebben we nog een aantal voorbeelden van kaarten. De werkwijze staat er ongeveer bij. Ga ik nog in een apart filmpje, krijg je erbij het pakket. Dat ga ik je nog aan je uitleggen. Dus dit is één. Dan heb ik hier zwart-wit. Heb ik gestempeld. Stempels voor jou. Dit leuke boxje kun je maken. Ik zal het patroontje in de webshop ook zetten. Kun je straks gratis downloaden. Hier zitten een aantal stempels in. Kijk, dit zijn een aantal stickers die erbij zitten. En dan heb ik nog een leuk rood pakketje voor jullie gemaakt. Rood, ja, je ontkomt er toch niet aan, geloof ik, met de kerst. Het blijft toch altijd wel leuk. Ik ben het een tijdje allemaal zat geweest. Maar nou, als ik het nou eens zie, denk ik, oh, het is toch weer mooi. Een paar stempels in het pakketje. Hier heb ik weer gewerkt met rood. Ook hartstikke leuk. Dan krijg je nog een paar voorbeelden erbij. En we hebben in het pakketje nog een aantal stickers allemaal voor je gemaakt. Die je weer super leuk kunt gebruiken. Straks bij de feestdagen, bij de cadeautjes, bij het verpakken. En stempel gewoon even je eigen leuke verpakking. Wat dacht je van dit op een wit kopieerpapiertje? Hartstikke leuk. Je pakt het in, je hebt er gewoon een prachtig cadeautje. Kijk, pak dit weer veilig bij elkaar in. Dan blijft mijn setje gewoon compleet. En het zijn allemaal unmounted stempeltjes. Dat houdt in dat je ze, net zoals ik het hier heb gedaan, alleen het rubber koopt. En je kunt ze even plakken op een stukje AZ mount. Dat is dubbelzijdig klevend. Waardoor, kijk, hier zie je het. De ene kant die kleeft. Hier plak je je rubbertje op. Dus zo je stempel. Dan knip je het met de schaar uit. En dan ga je de achterkant, haal je dit zeg maar los. En dat blijft kleven op een acrylblok. Zo kun je die gebruiken. Dus ik heb mijn stempeltjes alvast allemaal voorbereid, uitgeknipt. Ik vind het altijd verschrikkelijk werk, maar ja, het is niet anders. En ik heb deze set niet op hout gemaakt, omdat die anders gewoon te kostbaar wordt. Want er zitten best heel veel stempeltjes in. En dan denk ik, oh jee, dan wordt die prijs zo hoog. Dus vandaar dit pakket. Het ziet er toch gewoon super uit. Hier word je toch gewoon allemaal blij van. Ik doe het doosje weer dicht en dan ga ik voor jullie een workshopje even geven. Ik heb hem vanmiddag bedacht. Kijk, mijn papiertje erbij. We gaan deze kaart maken. En ik heb hier, ik hoop niet dat het allemaal weer vastplakt, heb ik nog even een labeltje gemaakt. Zie je dat? Die vond ik zo leuk erbij. Dus die heb ik er even aan de achterkant ingedaan. Ik zal zorgen dat ik het hier neerleg. Zo, dan kun je nog een beetje zien. Waar gaan we mee beginnen? Ik heb zwarte inkt hierbij gebruikt. Ik heb een aantal stempels heb ik hier gebruikt. En die heb ik alvast op een acrylblok geplakt. Zodat ik ze wat makkelijker kan gebruiken. En dan werk ik met crème papier en mijn
aquarelverf, dat is eigenlijk alles. En een beetje tape, maar ja, dat zijn de basisgereedschappen die je misschien thuis ook wel hebt. Een beetje tape er nog bij, nou dat is het. Ik werk op de gladde kant van het papier, niet op de structuurkant. En dan ga ik gewoon eerst eens eventjes een A4'tje of de helft van de A4 volstempelen met allerlei stempeltjes die ik leuk vind en die ik denk te gebruiken. Ik leg mijn stempel zo neer. Waarom? Omdat ik dan zie wat ik doe. Ik heb niet overal inkt zitten en als ik mijn stempeltje zo lekker indoop, dan weet ik nooit wat ik aan de randen nog heb zitten. Nou, hier heb je gewoon een A4'tje volgestempeld. Ik heb trouwens straks hier twee tekstjes onder elkaar hier geplakt, omdat ik het zo leuk vind om bij deze kaart, kijk, dat zie je hier vooral in het label ook, dit onder elkaar te stempelen. Dus ik leg deze hier neer. Ik ga eerst eventjes wat kleuren. Daarvoor heb ik hier mijn aquarelverf. Dit is een doos van Van Gogh. En ik vind deze altijd prachtig. Nou, hier ga je de blaadjes. Het hoeft allemaal niet heel exact. Gewoon met een beetje groen ga je dat schilderen. Deze ook. Dan maak ik het gewoon een beetje op, want ik vind dat het zonde om elke keer je penseel weer schoon te maken. Dan gaat je verf zo verloren. Dus ik zorg dat ik dan eerst alles wat ik op mijn blaadje groen wil, dat ik dat dan een beetje zo met groen maak. En dan hoef je niet alles helemaal vol te doen met kleur. Want je mag best nog wel wat wit zien. Dan maak ik mijn penseeltje weer schoon. Dan heb ik hier, ga ik de randjes, dit is een beetje blauw. Ja, dit is geen zwart, blauw-grijs. Ook weer niet helemaal. Maar ik vind het wel een grappig kleurtje. Ik denk, het kan zo net aan je blaadje een beetje diepte geven. En als ik er dan nog wat te saai vind, dan neem ik hier nog wat geel. Kijk, en nou begint hij nog wat meer te leven. Of het is niet echt geel, het zit een beetje tussen groen en geel in. En soms dan heb ik ook wel eens, als ik iets wil, dan meng ik hier gewoon nog even. Kijk, deze is zo mooi om hier doorheen te mengen. Dan krijg je gewoon nog net een iets donkere tint. En die kun je ook prachtig erbij gebruiken. En als ik er dan wat saai vind, doe ik hier nog wat geel. Of wat lichte groen tussen. Kijk. Zo. Begint het een beetje te leven. Nou, deze. Dan kan ik ook nog wat van dit kleurtje in het midden doen. Kijk hier. Ga ik hem gewoon wat schilderen. Hier nog wat dat geel erbij. Hier zien we wat donkere groen. En dan ga ik zo direct hier mijn dennenappel ga ik schilderen. Oh, deze, die zijn ook zo leuk. We doen even de eikeltjes. Kijk. Ik weet niet of jullie het eigenlijk goed kunnen zien. En ik dep het maar een beetje. Ah, een stukje bruin op mijn werk. Een stukje veel te veel. Kijk, zo. Hier een beetje geel. Gewoon wat lichtere bruine tint. Maar die kunnen jullie allemaal zelf wel bedenken, want het is niet echt heel moeilijk hoor. Echt waar niet, dat redden jullie. Kijk, ik had hier een beetje dat blauw. Doe ik hier nog wat bruin. Ik vind dit bruin geloof ik wat warmer. Kijk, dus dan moet deze nog een beetje hier. Die ga ik straks schilderen. Maar ik heb er al een paar geschilderd, dus die gebruik ik gewoon. Kijk, en wat je nou ook al gewoon kan doen, als je het nou een beetje saai vindt. Kijk, deze dan ga ik gewoon straks hier. Ga ik hem ophalen en dan ga ik de donkere stukken in de dennenappel, hier ook, zie je dat? Die ga ik dan met die donkere kleur gewoon doen. En dan haal je hem gewoon
Zo direct helemaal op. Figuurtjes ga ik allemaal uitknippen. Dit is eigenlijk alles. Ik doe mijn aquarelverf allemaal even weg. Dit doe ik weg. Je hebt dit gewoon lekker klaar. Je pakt je schaar. En dat gaat allemaal niet heel erg exact, want ik word er altijd gek van. Je weet, je kost toch heel veel tijd. Dus je neemt even een blaadje. En ik vind het altijd leuk om een wit randje er even omheen te laten. Weet wel, hoe grover, hoe dikker het randje, hoe grover het blaadje er uiteindelijk uit komt te zien. En je kunt natuurlijk altijd nog eerst met een grote rand beginnen en dan steeds wat kleiner maken. Maar ik vind het niet zo mooi als je helemaal exact langs de rand is uitgeknipt. Kijk eens eventjes. Nou heb ik hier een aantal figuren liggen. Ik heb een hertje gestempeld liggen, uitgeknipt. Deze blaadjes, dennenappels. Moet je eens even kijken hoe leuk. Dan had ik hier nog een stukje papier. Moet ik eens even kijken. Deze. Had ik weer gevonden in de la natuurlijk. Dus het is niet te koop. Maar misschien kan ik eens gaan kijken of ik dat ergens kan vinden. Ik vind het kleurtje gewoon wel eens een keertje erg leuk om te doen. Nou heb ik hier nog een kader. Dat kader is 9x9 centimeter. Dit stukje is 14,8 of 15x10,5 kaartformaat. Misschien net een paar millimeter kleiner. Omdat ik zo direct wil dat het hier eigenlijk oppast. En hier wil ik net weer een klein randje hebben. Zie je dat? Dus dat is een beetje het verhaal. Ik heb hier een kadertje. En daar ga ik eens even zoeken. Mijn wintertekst. Winterjuwelen. Ik vind het toch zelf zo leuk. Kijk, is weer eens wat anders dan prettige feestdagen, prettige kerstdagen. Deze stempeltjes, die heb ik onder elkaar geplakt. Zorg wel, omdat dit een dichte stempel is, dat je hem heel goed beinkt. Want anders krijg je geen mooie afdruk. Dus ik hoop dat ik het goed ga doen. Nou kijk, het gaat helemaal lukken. Nou zie je wel dat dit iets minder mooi beinkt is. Dan dat ik bijvoorbeeld dit stukje hier heb gedaan. Zie je dat? Dus alles hangt of staat met het beinkten van je stempel. Nou, dan heb ik hier een blaadje. Moet eens eventjes kijken waar ik dat heb. Ik heb hier een blaadje. Plak ik zo op. Dan zal ik eventjes hier de dennenappeltjes uitknippen. Die had ik niet meer. Kijk. Ik knip er gewoon even uit. Deze. Oh, moet een beetje snel. Die erbij. Die ga ik straks hier plakken. Wil ik dan wel een leuk blaadje erbij hebben. Dan moet je eens even kijken hoe leuk. En dan deed ik hem een beetje hier. Kijk, dan kun je het onder het tekstje laten vallen. Hier kan nog een beetje tape achter. Ik moet wel ergens mijn mesje even hebben. Haal ik de tape eraf. Kijk eens even. Deze plak ik hierop. Hier doe ik een stukje tape nog achter. Hoppakee. Die plak ik hier erop. En misschien, je moet even kijken. Misschien vind je het toch niet zo mooi. Ik doe hem weer zo. Of ik moet altijd 10 keer schuiven ermee. Ja, te veel geloof ik bovenop, zie je dat? En misschien wil ik net dit blaadje er weer zo tussen hebben. Nou, dan wordt die weer zo. En als ik het dan weer terecht vind, dan moet die weer wat schever of dan moet het weer wat lager. Oh, ik ben ook niet snel tevreden hoor. Kijk. Dan ga ik deze weer wat schuiven. Die komt uiteindelijk weer hier tussen. Zo. Nou, dan heb ik hier mijn kaart. En dan ga ik dit in het midden plakken van mijn kaart. Kijk eens even. Dan heb ik mijn hert. Ik vind dat zo leuk met dat hert. Kijk, en dan deed ik dat eigenlijk zo. Dat het pook net achter het blad zo viel. Maar ik vind het ook wel leuk om een stukje van die winterjuwelen te lezen. Dus ik kan hem ook ja, misschien wel zo doen. Kijk, of je doet gewoon dit blaadje. Hier gewoon weer wat lager. Kijk, en dan kun je ook... Kijk, dit is misschien wel mooi. Zie je dat? Zo met je hert. Kan je nog een beetje dat winterjuwelen lezen. Nou, stukje tape eraf. Dit moet je eigenlijk even vastplakken. Dat heb ik nog niet gedaan. Ga ik maar doen, want anders schuift het steeds zo. Ik moet het even aan de bovenkant
Want ik wil dat hert nog een stukje erachter laten vallen. Oh, net weer verkeerde kant natuurlijk. Dan ga ik deze, en dan gaan we dit maar zo opplakken. Even kijken hoor. Zo. Ik vind hem zo wel grappig. Zo, een beetje recht. Oh, dan is er wel wat meer ruimte. Dus dan moet deze meer hier naartoe. Ik wil niet dat hier net weer wat ruimte is. Kijk, doen we zo. Arm het. Kijk eens even. Ik vind het zo leuk. Want dit is net of het hert gewoon hier zo weer doorloopt. Kijk, dan plak je deze hier. En dan lopen ze een beetje achter elkaar aan. Nou, hoe leuk is dat niet? Dan neem je een crèmekaart. En dan kan je bijvoorbeeld deze eventjes nemen. Kijk, dan plak je hem hier op. En dan plak je die kant en die kant plak je tape. En dan laat je je binnenkant open. Want daar gaan we nog even een labeltje in stoppen. En hoe heb ik nou dat labeltje gedaan? Dat is ook eigenlijk heel simpel en eenvoudig. Ik heb hier een strookje papier. Maten maakt allemaal echt helemaal niet uit. En ik heb hier, stempel ik even zo die eikeltjes. Nou, die ga ik zo direct kleuren. Ik zorg dat ik hier mijn matje heb, mijn snijmat. En nou vind ik het wel leuk van het label dat ze die hoeken hebben, maar dat het ook een beetje gelijk loopt. Hoe doe ik dat? Ik tel hier twee blokjes. Dus kijk, ik leg die gelijk hier twee blokjes. En dan leg ik mijn liniaal van hier naar hier. En dan snij ik dat even door. Zo. Twee blokjes, twee blokjes. Ik leg het precies in de punt. Ik heb mijn liniaal. En die leg ik dan van twee blokjes naar twee blokjes. Nou, even kijken. En ik snij dat. Zie je dat? En zo heb je heel eenvoudig een leuk label. En dan ga ik hier weer. Ik zal even gekleurde achtergrond erachter leggen. Want dan kun je het misschien wat beter zien. Deze stempel. Streepje hebben jullie vast wel thuis. En jullie hebben vast ook nog wel dat knoopje liggen. Want die is ook altijd leuk. Nou hoop ik dat ik hem heel goed heb beïnkt. Want als ik dat niet heb gedaan, nou ja, dan zien jullie het vanzelf. Nou, het valt mee. Ik heb ook een mooie afdruk. Hier stempel ik even het knoopje op. Kijk. Dan heb ik een tangetje van 6 mm. En dan maak ik hier een gaatje in. Hoe leuk is dit niet? Twee tekstjes. Hier. Natuurschoon. Winterjuwelen. Oh nee. Andere tekstje zat hieronder. Kijk. Kan ik even hier stempelen. Nou, en dan ga je gewoon kijken wat voor leuke stukjes je nog op tafel hebt liggen. Want volgens mij had ik nog ergens wat uitgeknipt. Kijk. Deze vond ik er ook wel leuk bij. Stukje tape ergens. Oh, hier. Tape plak je erop. Kijk. Eikeltjes ga ik even met mijn aquarelverf inkleuren. Wat ging ik doen? Ik ging hier bruin tint pakken. Deze. Maar ze worden elke keer anders, want dan vergeet ik weer welke bruin tint ik had. Maar ja, het maakt allemaal niet zoveel uit. Maak ik mijn penseel schoon en dan ga ik hier een wat lichtere tint doen. Kijk, nou is het penseel niet schoon, want ik heb er nog een andere tint aan zitten. Maar dat geeft allemaal niet. Kijk, ook hier nog een beetje van dat bruin. En dan is deze geel misschien nog. Ook wel grappiger door. Kijk, en dan doe ik nog een beetje van deze blauw. Zie je, krijgt een beetje diepte. Zo in de hoeken. Dan doe ik
Misschien met deze. Een beetje water erbij. Nou, moet je kijken hoe leuk een eenvoudig labeltje je klaar hebt. Dan had ik nog een beetje goudkoord. Ik vond het hier zo leuk. Kijk, heb ik nog wat goudkoord erbij. Nou, dat zijn toch hartstikke leuke labels. Heb je gewoon een heel leuk kaartje weer klaar. Labeltje stop ik hierin. Moet je eens even kijken. Dan heb je nog een prachtige kaart klaar. En op de achterkant heb ik nog wat stippen gedaan met nog een hert erbij. Nou, zo zie je dat je heel simpel en eenvoudig met vrij weinig dingen heel veel kunt maken. Zie je dat? Dus ik heb deze gemaakt. Ik had hier nog, ik heb nog andere leuke kaarten ermee gemaakt. Leuke labels kun je er gewoon mee maken. Moet je kijken hier. Ik vind dit ook alleen nog van die mooie stukjes. Nou, dat zijn toch allemaal stuk voor stuk juweeltjes. En als je straks hier misschien weer een kader op legt, hartstikke leuk. Dus je kunt van alles doen. Ik wens jullie heel veel stempelplezier, maar dat gaat vast wel goed komen. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.